De Meteorologische Dienst van Suriname heeft een hittealert afgegeven voor de komende dagen. Met temperaturen die naar verwachting boven de 35 graden Celsius zullen stijgen. In de periode van 13 tot en met 16 augustus worden extreem hoge temperaturen verwacht, waarbij de gevoelstemperatuur kan oplopen tot boven de 40 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt de bevolking om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Ze raden aan om voldoende water te drinken, zware inspanningen tijdens de heetste uren van de dag te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Speciale aandacht wordt gevraagd voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met gezondheidsproblemen. De Meteorologische Dienst vermeldt ook dat de temperaturen op 15 en 16 augustus het hoogtepunt zullen bereiken, met een verwachte temperatuur van respectievelijk 34,6 graden Celsius en 35 graden Celsius, terwijl de gevoelstemperatuur op die dagen kan oplopen tot 38 en zelfs 40,3 graden Celsius. De dienst benadrukt verder het belang van het koelen van woningen en het beschermen van huisdieren tijdens deze hittegolf.